En jawel, het is weer tijd voor een leuke nieuwe video van de Hobby 64 SL Excellent modeljaar 2025. Een ontzettend leuke 2 tot 3 persoons caravan met enkele bedden, middenzitgroep en een zeer royale keuken- en toiletopstelling. Nou, deze caravan die weegt in eigen basis om en nabij een 1150 kilo. Standaard op kenteken tot 1350, maar er zijn asverzwaringen mogelijk, zowel bijvoorbeeld tot een 1500 kilo, zodat je net wat meer laadvermogen hebt. Nou, 2025 modellijn aan de buitenzijde, ja, die verschilt niet zozeer van het voorgaande jaar, maar het is ook natuurlijk een super strak design. Heel mooi model om te zien. Dus we beginnen maar eens even met de basisuitrusting. Hobby kenmerkt ze al sinds jaar en dag natuurlijk door een zeer complete basis, het all-inclusive principe van Hobby. Oftewel, qua rijtechniek kun je rekenen op een Knot KS25 stabilisatiekoppeling. Die stabilisatiekoppeling die werkt op de slingerende beweging, al dan ook de doordeinzende beweging. Elke Hobby wordt standaard afgeleverd met zo'n fraaie kunststof disselafdekking. Een Winterhof neuswiel met een kogeldrukindicator. De disselbak laat zich op deze wijze openen. Klepel naar voren trekken, kwartslag draaien, klein rukje aangeven. En hij gaat zo makkelijk maar voor en naar boven. Nou, deze beweging maakt het ook zeer goed te doen om een fietsendrager op de dissel te plaatsen. Dat kan schuifbaar zijn, dat kan kantelbaar zijn, maar er is ruim voldoende ruimte voor beide. Nou, ruime disselbakopstelling, heeft een stevige kunststof bodemplaat, standaard voorzien van keggen om een wiel te blokkeren, goede wandbeugels voor 2 gasflessen en een verrijdbare vuilwatertank zit daar netjes opgeborgen en behoort tot deze standaard uitrusting. Nou, de 64 SL die kenmerkt zich met 2 enkele bedden aan de voorzijde van de caravan gesitueerd. Een mooi voorraam om heerlijk van het uitzicht te genieten vanuit je slaapkamer. Dat geldt overigens ook voor de zijkant. Dus ook aan de weerskant hebben de bedden een uitstelbaar raam. Nou, er zijn vorig jaar al met het super strakke design werken dus hele vlak opgelegde ramen. Die zijn in een aantal standen te openen. Standaard voorzien van hoor en blindering. Aan de rechter voorzijde bevindt zich dan een mooi groot serviceluik, meter breed, lekker breed opgesteld, waardoor je een van die, tot de bergruimte van een van die 2 bedden kan komen. Nou, dat is natuurlijk ideaal voor eventueel tafel en stoeltjes kwijt te kunnen en op de camping als een extra voorraadkast te kunnen gebruiken. Verzwaarde uitdraaisteunen behoren ook tot de standaard uitrusting van deze caravan. Nou, de Excellent lijn is net een even iets wat luxere lijn als de Ontour of de Deluxe. Vandaar dat hij ook standaard een buitenstopcontact heeft met een kabelvoorbereiding. Nou, bij dit type is het net toevallig zo dat ook je stroomingang ernaast zit. Dus gebruik je zo'n handige haakse stekker, heb je meteen even 2 stopcontacten in je voortent of luifel. Nou, super praktisch natuurlijk. Pas even op met die airfryers. Die zijn natuurlijk super lekker. Lekker van die bitterballetjes, koketjes maken op vakantie. Is natuurlijk voor sommigen onmisbaar. Plaats dat niet te dicht bij de wand, zeker niet qua uitlaat, want je verbrandt de isolatielaag van de caravan. Dus hou er goed afstand bij. Nou, mooie lange rechte daklijn, daar kunnen we natuurlijk zo'n schitterende cassetteluifel op plaatsen. Ideaal natuurlijk voor het rondtrekkende kamperen, omdat het lekker snel in en uit te draaien is. Je plaatst op een zodanige manier dat ook de invoerrail, ik zal het even van hier doen, kunnen we zien. Dus de invoerrail die aanwezig is in de caravan, nog steeds gebruikt kan worden om ook een voortent of een railluifel te gebruiken. Standaard een mooie witte wielafdekking op de wielen. Deze grote roosters hier die zijn voor de ventilatie van de koelkast. De toegang zullen we dadelijk bekijken. Nog even aandacht voor het achterdescent, want Hobby heeft weer een schitterende caravan gebouwd. Zeer stoere achterlichtpartijen. Mooie chroomaccenten op de rangeergrepen en een vlak opgelegde bumper. De toegangsdeur laat zich op deze wijze openen. Zoals je ziet een lekkere stevige beugel om de deur ook van binnenuit te kunnen sluiten. Een hele solide 3-punts sluiting van je deur. Er zitten nodige opbergvakjes in. Er zit een afvalemmer in de onderzijde waar zelfs in verstopt zit een, even eruit friemelen dat ding, maar zelfs een stoffen blik voor een huizige vlijt of nijverheid of hoe het mag zijn. Even kijken, blijf zitten zo. Ja. Krijg je weer, dan haal je het eruit. Ja, dat is hem. Hey, voilà, zo plaats je het terug. Nou, standaard zit er voor de Nederlandse markt ook een hoordeur voor de toegangsdeur en je hebt een goede buitenverlichting. Tijd om binnen te gaan kijken. Nou, ik had net gezegd, het leuke van deze indeling
is een ruime keukenopstelling. Nou, kijk eens, en waar heb je caravans waar je zoveel bewegingruimte hebt in je keuken? Wordt dus een keertje versterkt door het mooie grote dakluik wat hier is, dus extra veel lichtval. Het keuken zelf heeft ook nog een achterraampje. Dus je kunt voorstellen, op het moment dat je dat achterraampje op een keertje zet en dit, heb je eigenlijk een soort natuurlijke afzuigkap gecreëerd. Maar hij is echt een keuken met lekker veel beweegruimte, dus hou je een beetje van kokkerellen en dergelijke. Een ideale wagen. Nou, van boven naar beneden, mooi verlaagd plafondetje, indirecte verlichting. Deze kasten laten zich op deze wijze open. Zeer veel, het zijn diepe kasten, zeer veel bergruimte. Hop, en ook in de garage kun je nog spullen kwijt. Dan hier links bevindt zich dan een zwart glazen optiekpaneeltje. Hobbylogootje erop, aantal symbooltje. Dit is het Hobby Connect bedieningspaneel. Hiermee kunt u eigenlijk alle lichtfuncties in de caravan aan- en uitschakelen. Kun je, wanneer er een accu gekoppeld zit, de accuspanning aflezen. Het niveau van je verswatertank aflezen. En een boiler in- en uitschakelen. En stel je zou kiezen voor de elektrische bijverwarmingsmat, die optioneel is af fabriek. Dan is ook daar de in- en uitschakeling mee. Mooier wordt het nog eigenlijk als je de Hobby Connect app op je smartphone downloadt. En koppelt met het systeem in je caravan. Want op je telefoon werkt het allemaal gewoon veel makkelijker. Nou, onder die bovenkasten een afwerking op de achterwand rondom je raam. Bevinden zich natuurlijk heel functioneel twee stopcontacten in de keuken. En nog eens een dubbele USB met een grote en een kleine USB-C heet dat geloof ik zo mooi. Indirecte verlichting met LED daarboven. Nou, koken kun je op dit mooie breed opgestelde 3-pits gaskooktoestel. Uiteraard met een elektronische ontsteking. Aan de linkerzijde natuurlijk even gedacht aan een glazen spatschermpje wat makkelijk afneembaar is. En aan de rechterzijde een mooie spoelbak met mengkraan. Want uiteraard hoort bij de standaard uitrusting een boiler voor warm water in je keuken en toiletruimte. Nou, dan gaan we even de lades opentrekken van boven naar beneden. Hier zie je overigens de hoofdgaskranen. Uiteraard bestek, inleg, zo. En hier, kijk eens, echt wel lekker veel bergruimte in. Oh, hij zat nog op de transportsluiting. En de onderste lade, zo. Nou, zoals je kunt zien, ook daar zit een softclose op. En voor het rijden natuurlijk niet vergeten even de boel goed af te sluiten. Nog twee open schapjes. En om het hoekje een tweetal haken voor theedoeken, vaatdoeken. En hier kun je volgens mij nog elastieken trekken. Ik weet niet wat voor een creatieve bedoeling dat is bedacht. Maar goed, kruidenrekje is er ook bij aanwezig. Een ruime keuken, dus niet gelogen. Je hebt het zelf kunnen zien. En dat geldt ook voor de toiletruimte. Kijk eens wat allereerst ervaren caravanner zal opvallen. De vloer loopt door. Bijna alle caravans hebben altijd natuurlijk dat opstaande randje met zo'n soort plastic zogenaamde douchebak waar je niet in kan douchen. Omdat eigenlijk de voorzieningen er gewoon niet naar zijn. Nou, hier heb je gewoon een lekker doorlopende vloer. En kom je wederom in een ruimte waar je goed kan manoeuvreren en bewegen. Nou, er bevinden zich een aantal kasten bovenin. Hier zijn de spiegeldeurtjes meteen als geheime apothekerskast verwerkt. Ook dit witte klepje herbergt nog weer de nodige bergruimte. En dat bevindt zich ook hier met de twee kasten die zich hier zo bevinden. Nou. Een van de nieuwigheden van 25 ten opzichte van het afgelopen jaar is dat je tegenwoordig mogen de muggen ook niet meer binnenkomen via de toiletruimte. Want ze zijn overgegaan op het standaard voorzien van een combi-rollo op het raam in de toiletruimte. Zoals je kunt zien, waar ze wel een mooi, handig aangedacht werd, is het een privacyglas. Dus je krijgt wel wat lichtval binnen, maar ze zien alleen een mimespel en niet wat je allemaal exact aan het doen bent. Nou, wat zwarte meubels, dressoirs rondom, wat open vakjes zijn er te vinden. Er is een Tedford cassette toilet met elektrische spoeling, draaibar. Dus je kunt hier ook gewoon lekker zitten wiebelen tijdens de boodschap. En aan de onderkant hier vinden we nog eens een zeer groot opbergruimte ruimte onder de grote ovale wasbak die hier te vinden is. Stopcontactje, ook handig als je wil feunen en scheren en doen. En volop sfeerverlichting. Er bevinden zich ook nog eens een keertje flink wat kapstokhaken. Hier twee stuks, daar twee stuks. Dus je kan je garderobekast thuis gaan uitruimen. Het dakluik is een mini hekie, dus wel een dakluik gewoon van een serieus formaat. Goede ventilatie mogelijk. En uiteraard is ook hier voorzien een hor en een verduistering. Zo, nou, als ik me helemaal opgetut en opgefrist heb, dan kan ik verder mijn rijdende vakantiewoning betrekken. Nou, dan zien we dus dat deze 64 SL heeft een wat compactere zit. Ik zei dat het is een 2 tot 3 persoons caravan. Je zou dus hier eventueel extra slaapplaats kunnen maken als je een keer een logeetje hebt. Dat doe je door de tafel naar beneden toe te verplaatsen. En verderos is het natuurlijk vooral gewoon met z'n tweetjes. Lekker op vakantie, lekker op reis. Heb je gewoon hier het genot van een vrijstaande tafel wat makkelijk te bewegen is. Echt wel ruim voldoende opstelling. Heb je een kleine gast
op visite. Die zou hier nog eventjes kunnen zitten, lekker tussen jullie in. Nou, de bekleding heeft een beetje een beige, tussen beige en grijs zou ik het benoemen. Wat grove structuur, grove weving. Maar wel heel chic en mooi in combinatie met de witte strakke panelen en de een beetje zilverkleurige overgordijntjes. Het zijn natuurlijk siergordijntjes. Er zijn ledspotjes aanwezig, indirecte verlichting. Een vernieuwing in modellijn 25 is het design van de plafonnière. Zo, en verder natuurlijk lekker veel opbergruimte zoals we dat van hobby gewend zijn. Kijk eens, joekel van de ruimte. Een leuk technisch detail is, deze kasten hangen niet in houten latten die natuurlijk werken en doen, maar er is een heel aluminium ophangprofiel waar deze luxe scharnieren in verwerkt zitten om goede stabiliteit te krijgen. En uiteraard geldt er voor deze bovenkasten een mooi soft close systeem. Goed, dan tegenover de zithoek bevindt zich de, hier een uitsparing en een dressoir. Dat is eigenlijk de direct bij de binnenkomst. Het idee is dat je hier een televisiebeugel kunt monteren om een tv op een arm. Nou, die arm die maakt als je die is uittrekbaar. Die kun je zelfs in je deuropening hangen. Die kun je kantelen naar je zithoek. Of die kun je zelfs helemaal doortrekken zodat je vanuit je lekkere luie bed tv zou kunnen kijken. Er is een glazen kast te vinden voor wijn en bier. En ander plezier. En de elektriciteitskabels kun je doorvoeren door de top van dit dressoir naar binnen. Want dan bevindt zich hier onder, naast de sloffen en dergelijke, een tweetal stopcontacten en een kabelvoorbereiding. Achter dit geheel bevindt zich de koelkast. We hebben hier een Yukon van een apparaat. 133 liter is de inhoud, mag geloven. Het is een Dometic koelkast op absorptiewerking. En wat inhoudt dat hij kan functioneren op gas. Nou, lekker handig als je ergens vrij staat en er is geen stroom beschikbaar. 12 volt. Dat gebruik je in het algemeen gewoon natuurlijk achter de auto. Als je rijdende bent, dat alles wat thuis ingeladen is ook lekker koel blijft. En je gebruikt hem het meeste waarschijnlijk op de 230 volt, oftewel de stroomkabelaansluiting thuis en op de camping. Hij heeft een automatische bronkeuze, waardoor hij er zelf kan kiezen de best beschikbare bron. Hij heeft natuurlijk een lekkere grote vriezer bovenin. Vriezer is uitneembaar voor als je het vriesgedeelte niet meer nodig hebt. Dan heb je dus meer koelkastcapaciteit. En onderin bevindt zich een groente- en fruitladen. Grote flessen kunnen erin, je kunt wat flexibel indelen. Het geinige van deze koelkast is, je kunt hem van twee kanten openen. Dus ook als je in je bed uitkomt en eigenlijk nog te zagrijnig bent om verder te lopen, heb je snel wat te pakken. Nou, dan hieronder een extra opbergruimte. En daarnaast bevindt zich een dubbeldeurs, echt super breed opgestelde hangkast. Daar kan je flink wat kostuums in kwijt. Hier bevinden zich ook alle elektronica zaken. Denk aan je omvormer, die aardlekschakelaar en de aansturing. En hier zit ook de coax kabelvoorbereiding. Daaronder bevindt zich dan het verwarmingssysteem van deze caravan. Dat is een Truma kachel, een gaskachel. Die heeft deze caravan, die overigens goed geïsoleerd is. En ook geschikt voor winterkamperen voor en najaar. Lekker snel opgewarmd. Helemaal wanneer je hem combineert met de ventilator die ingebouwd is hierachter. En die de warme lucht helemaal snel in de caravan rondblaast. Onder de bedden, onder de bank, zelfs in je toiletruimte uit. Nou ja, SL. De L staat voor de losse bedden. Dat zijn dus de twee, in dit geval volgens mij zijn ze exact even lang. Vaak zie je dat verschil, maar met twee mooie lang opgestelde bedden. Lekkere binnenveringsmatrassen. Deze bedden die kun je eenvoudig liften, waardoor je ziet, er is een enorme hoeveelheid bergruimte onder. Daar zie je dan de boiler zitten, de warmwatervoorziening in deze caravan. En natuurlijk het ideale van een wagen als dit is natuurlijk, je hebt het gemak dat je goed bij je kasten kan komen. Hè? Ten opzichte van het tweepersoonsbed waar je altijd op moet klimmen. Ieder kan gewoon goed lekker zijn kleding en al uitzoeken. Ik kan lekker makkelijk mijn bed in en uitkomen als ik eventjes naar de toilet moet. En het is natuurlijk ook veel makkelijker om dit soort bedden op te maken en ook te beladen, als het ware. Nou, tussen de bedden aan zich bevindt zich hier een nachtkastje, wat hotelschakeling voor de verlichting. Er zijn wat leuke indirecte verlichting in de bovenkasten te vinden. Er zit een fraai design. Zie je dat hier bij het hoofdscherm? Hier zit een soort sky afwerking op het front. Er is, als je 's nachts een beetje verveelt, en een heel leuk design aan de onderkant van de kast te vinden. Een soort hologram. Moet je maar eens gaan kijken. Dan indirecte verlichting langs het plafond. En hier een
gigantische grote kasten boven het hoofdeinde. En een dakluikje. Ook dit dakluik geldt ervoor dat die is open te zetten door middel van de beugel en ook geventileerd kan worden. Wil je een beetje privacy in je slaapkamer hebben, dan is dat eenvoudig te creëren door deze wijze. Zo. Kijk eens aan. Et voilà. Dit is de 460 SL Excellent van 2025. Ik heb één klein detail vergeten. Want wat ook nieuw is in het hele 25 modelprogramma, is het kleine gaatje hier boven mijn hoofd. Krijg je erbij. Wil je weten waarom? Kijk nog eens een andere video, dan zal ik het vast wel uitleggen. Bedankt voor het kijken.